belangrijkste bij het putten is niet zoals de meeste mensen denken de richting, het is de snelheid. Voor deze oefening hebben we 3 ballen nodig, 5 tees en een putter. We maken een gebied achter de hole waar de bal moet belanden met 3 tees. Als je bal in dat gebied komt, krijg je 1 punt. Als je bal in de hole gaat, 2 punten. En als je bal buiten het gebied gaat, 0 punten of tekort ook 0 punten. En als je 3 of meer punten hebt gehaald, kan je door naar de volgende afstand 2 meter verder.